Goedemiddag, welkom bij deze sessie. Vandaag praten we over de virtualisatie, de virtualisatielaag van storage. Dat is altijd een beetje anders dan virtualisatie van servers of networking. Ik zal dat straks uitleggen waarom. Mijn naam is Wouter Kolff, ik ben een advisory systems engineer bij AMC. En ik help klanten als het ware met het bouwen van gevirtualiseerde infrastructuren, inclusief storage en deels ook networking en server technologie. En wat ik vandaag meegenomen heb is een overzicht van hoe AMC kijkt als het ware tegen het Software Defined Data Center en onze verantwoordelijkheid daarin, Software Defined Storage. Het product wat wij hebben, dat heet Viper, samen als het ware in de markt gezet wordt om samen te werken met andere producten in de Software Defined Data Center strategie. En helemaal met VMware hebben we natuurlijk een ongelooflijk goede integratie. Wat iedereen voor ogen heeft bij het doen van moderne IT, een infrastructuur bouwen die flexibiliteit biedt, lagere kosten met zich mee gaat brengen. Ja, lagere kosten kun je bereiken door goedkoper spullen te kopen of nog veel belangrijker als het ware de risico's eruit halen, management automatiseren, zodat je uiteindelijk je revenue van je bedrijf als het ware, je productiviteit kan verhogen. Nou, wat je nodig hebt is een infrastructuur die agile is. Een woord dat al heel lang meegaat, maar dat betekent gewoon de flexibiliteit in het kwadraat. Eigenlijk, je moet alles kunnen doen, je moet nieuwe systemen kunnen opnemen, nieuwe technologie, maar ook dingen die in de toekomst nog gaan uitkomen, kunnen integreren in deze omgeving. En AMC heeft daar natuurlijk een propositie, cloud hebben we genoemd. Dus de cloud proposities die in de brede zin des woord, of nog een stapje verder, dan praten we echt over het Software Defined Data Center. Software Defined Data Center is eigenlijk in analogie met server virtualisatie. Nou, dit is het voorbeeld van server virtualisatie. In eerste instantie moet je standaardiseren op een server type. Nou, de markt heeft gekozen voor Intel, dus dat is vrij makkelijk voor de server virtualisatie. Dan ga je alle resources die je hebt als het ware groeperen en die ga je bij elkaar brengen en dan ga je allerlei technologie overheen leggen. En uiteindelijk kun je dan taken gaan automatiseren in de server virtualisatie. Nou, VMware, Hyper-V, Xen, als het ware, er zijn heel veel voorbeelden die dat al gedaan hebben. Maar wat is dit eigenlijk? Dit is alleen maar ijzer. En wat er opdraait is als het ware is stateless. Dat zijn applicaties die draaien dan op verschillende typen ijzer. En als je dat gaat bekijken met van ja, wat hebben we dat gedaan? We kunnen de computeromgeving bij elkaar zoeken. Dat is gewoon een ja, just a bunch of servers en daar doen we dan alle intelligente dingen mee. En hoe zit het dan met storage en networking? Nou, in eerste instantie gaan we kijken naar de intelligentie in al deze devices. Nu is dat gedistribueerd in de IT-infrastructuur. Dus storage heeft zijn eigen intelligentie, de server heeft zijn eigen intelligentie, networking heeft zijn eigen intelligentie. Routing is een heel ander spel als storage opslaan. Wat gaan we dan doen? We gaan eigenlijk al die intelligentie verzamelen in een centrale laag of een centrale repository, zodat we daar ook handig dingen mee kunnen gaan doen. En dat moet natuurlijk samenwerken met de intelligentie van de systemen zelf. Als ik alle intelligentie hierboven inbreng en ik heb hier helemaal niks meer en ik zou een snap willen maken van mijn storage, dan moet ik de snap op dat hoogste niveau maken en dat is niet altijd het handigst. Soms moet je dingen doen op het niveau waar je de meeste performance hebt of de meeste rendement hebt van de transacties. Dus dan zou je het laag moeten doen. Als je dat laat samenwerken, die lagen, dan heb je een goede mix. We hebben het gezien dat compute dat heel goed kan met de hypervisors. We hebben de intelligentie bij elkaar gebracht, automatisering eroverheen gelegd. En wat we nu aan het doen zijn, is in het Software Defined Data Center eigenlijk de scope breder trekken dan alleen compute virtualisatie. Nou, wat ik al zei, een compute is een stateless device. Elke computer van elke leverancier zou hier mee in kunnen doen. Als een computer omvalt, dan zet je een nieuwe computer neer, die steek je aan en je kan weer vrolijk verder draaien. Voor networking geldt ongeveer hetzelfde. Een switch is een switch. Daar zit geen echte informatie in, geeft informatie door, doet rotering, allerlei leuke kunsten met het netwerk. Maar storage is een ander verhaal. Want als ik een disk zomaar eruit trek, daar staat wel informatie op. Dat is niet stateless, die is ongelooflijk stateful. Dus daar hebben we een andere uitdaging dan met compute en network. En als je dan gaat kijken naar de ontwikkelingen in de markt, dan zie je eigenlijk dat we op computegebied al heel ver zijn in de virtualisatie en het Software Defined Data Center voor compute. VMware, Hyper-V zijn er voorbeeld van. Networking is eigenlijk net een beetje begonnen. Er zijn al wat producten in de markt, maar dat moet helemaal geaccepteerd worden. En als we dan gaan kijken naar storage, ja,
we zijn eigenlijk net begonnen. En storage virtualisatie, of software-defined storage, is eigenlijk nog een veel mooier woord, is een ander spel wat we aan het spelen zijn. Het gaat niet zozeer over de virtualisatie van een storage functie of features die in een storage array zitten, maar het gaat om de integratie met je totale software-defined datacenter die je aan het definiëren bent. Hier zien we wat voorbeelden van hoe de server virtualisatie bezig is. We zitten straks bijna op 80%, daar groeien we naartoe in de komende jaren. En is 80% van de wereld gevirtualiseerd. En we zien ook nog steeds een explosie, als het ware, in workloads die gevirtualiseerd worden. Dus de IT-organisaties worden nog steeds groter, er komen steeds meer applicaties bij. Er is nog steeds behoefte aan extra workloads. Networking als een barrière. Nou, networking als software-defined networking zit eraan te komen. Ga ik even aan voorbij. Wordt gewoon opgelost door de networkingpartijen. Cisco, misschien VMware met Nicira. Iedereen dat zijn standje bijdraagt. Ik ga het hebben over software-defined storage. En zoals je hier ziet, komt er wat meer bij kijken. Abstract, pool, automate, storage. Dus we moeten eerst kijken wat we hebben. Stateful kijken wat we hebben. Ik heb een Sun device, dat is het anders dan een NAS device. Ik heb JBOD storage zonder functionaliteit. Ik heb intelligente high-end storage arrays, inclusief remote replicatie. En ik wil al die dingen die ik heb, zware kunnen gebruiken of hergebruiken. Dat zijn verschillende platformen, high-end, mid-tier platformen, GBOD storage als het ware. Daar staat data op en ik wil die data niet te veel heen en weer moeten schuiven. Want data movement kost tijd, geld, energie en risico's. En het laatste, het moet ook extensible zijn. Dus we maken een infrastructuur die scale-out moet zijn. Die enterprise-ready moet zijn, die cloud-ready moet zijn. Dus het gaat niet zozeer om één product. Als je één product hebt, dan hoef je ook niet zozeer de abstractie of de pool te doen, want dan is het gewoon één ding. Maar we gaan nu al die producten die in de storage-infrastructuur zitten bij elkaar vegen en kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Vanuit EMC hebben we daar twee lagen in erkend. Waarbij de bovenste laag, als het ware de serviceslaag is, dat is een in-band oplossing. We praten even in de case van, stel dat ik heb GBOD en ik wil een filesysteem hebben, dan moet iemand dat filesysteem gaan bouwen. Dat gebeurt in de data serviceslaag. En voor de rest hebben we dus het GBOD waar uiteindelijk het filesysteem op gaat landen. Dan zie je ook dat je dus als het ware de file services uit de virtual storage of de software-defined storage laag moet gaan halen. De controller daarentegen is een out-of-band oplossing. Dat is orchestration, reporting, provisioning. Dat zijn taken die doen we rondom de storage die er is. En dan raken we dingen aan en dan stappen we weer achteruit als het geregeld is, zodat we geen vertraging veroorzaken in het storage netwerk. Aan de onderkant zie je gewoon dat de standaard EMC-producten, maar ook derde partijen producten en commodity storage moeten als het ware ondersteund kunnen worden in dit concept. Als we gaan kijken naar de taken die wij vooral herkennen in de controlerlaag. Nou, provisioning, zodat het geautomatiseerd aangeboden kan worden. Zodat we met minder inspanning als het ware meer storage kunnen uitdelen. Handige storage kunnen uitdelen. Dat heeft ook te maken met de self-service. Reporting is natuurlijk belangrijk als je al die dingen gedaan hebt. Dus in dynamische wereld, wie gebruikt wat, wanneer, waarom, hoe is de groei, wat zijn de trends, al die dingen die daarbij komen kijken. En dat laatste moet allemaal geautomatiseerd zijn. Als we dat niet kunnen, wat is dan software-defined storage? Dus we hebben dit gedefinieerd. Ik zal aan de hand van een paar voorbeelden geven hoe wij dan te werk gaan in onze software. We doen eerst een discovery van alle storage devices die we tegenkomen. En niet zozeer van, hey, ik zie een VMAX of ik zie een VNX systeem of ik zie een derde partij array. Maar ook, wat kan dat storage systeem? Wat zijn de credentials? Wat voor type disken zitten erin? Als ik al die intelligenties waren weet, dan kan ik zeggen van, weet je wat, ik ga dan storage pools of een storage array creëren. En ik ga de expertise of de kennis die ik heb van zo'n storage pool ook als het ware bij elkaar vegen. Dus ik heb high-end storage componenten en ik heb misschien mid-tier storage componenten. Ik heb flash storage componenten. En daar maak ik dan verschillende storage pools voor. Met karakteristieken die ik zou kunnen gebruiken in mijn applicatielandschap. Dus voor VDI kun je een pool creëren. Die zou misschien opgebouwd zijn uit componenten uit de VMAX, maar wellicht ook van een derde partij. En die worden in een logische pool samengebracht. Het is niet meer dat de VDI in zijn geheel op een van deze fysieke storage componenten landt. Maar hij maakt nu gebruik
van een virtual array. En als je er meer hebt, dan kan je ook meer functies toevoegen. Ik zie hier wat dingen toegevoegd met NAS functionaliteit. Nou, dan kun je ook als het ware dat gebruiken van hey, ik heb nu een storage pool waar ook NAS functionaliteit zit. Dat is typisch iets wat je voor Home Directory zou kunnen gebruiken. Weet je wat, ik maak een storage klasse aan, een storage pool aan en die noem ik Home Directories of Hadoop functionaliteit. En nu hebben we dus eigenlijk een abstractielaag gecreëerd bovenop de verschillende fysieke storage devices. Ja, transparant een abstractielaag gemaakt, zodat je de functionaliteit van de verschillende storage componenten kan gebruiken voor de bovenste laag. De derde stap die we dan doen, is om daar een simpele representatie te maken voor de user interface. Nou, het lijkt een beetje één op één. VDI voor VMware, Exchange voor Exchange, databases. Zou dus ook SQL kunnen zijn. Dat je hier gewoon, maar nu specifiek van, nou, voor een Oracle omgeving verwacht ik gewoon een karakteristiek en die zit als het ware in deze storage pool. De gebruiker ziet niet meer wat er in deze storage pool zit. Dit is de beheerstaak. En dit is de gebruikerslaag. Je krijgt een service catalog. En vanuit de service catalog kan die zeggen van ik ga een Oracle omgeving bouwen. Klik, hoeveel terabyte wil je in Oracle omgeving? Getal, enter. Ja. En wij gaan nu zorgen dat alle taken die daarvoor nodig zijn op het gebied van storage en de systemen die erbij komen kijken, dat het allemaal geregeld wordt. Ik heb straks nog een plaatje hoe we dat als we iets verder gaan. Dan praat ik over de self-service capabilities. Dit is de reporting. Zowel als ware boven de Viper-laag, dat is een beetje de logische rapportage die we moeten doen. Welke applicaties maken er gebruik van deze hele infrastructuur? Hoeveel terabytes wordt daar gebruikt? Wat zijn de performance-karakteristieken die daar gebruikt worden? Als ook aan de onderkant moeten we gewoon in de gaten houden van ja, hoe zijn die disken belast? Kan zo'n storage pool, zo'n resource pool nog groeien? Kan die meer capaciteit opleveren? En dat moet allemaal als het ware in één overzicht gebracht worden. Dus het logische gebruik en het fysieke gebruik samengebracht tot één omgeving en één reporting. Hier is een voorbeeld van een verzoek van een klant. Ik wil 50 terabyte Oracle hebben. Ik selecteer mijn database pool als het ware. Daar vandaan worden er in de automation tool acties uitgezet. Bijvoorbeeld ik wil storage over twee locaties hebben, want dat zit in mijn pool voor database storage. Dan wordt als het ware de replicatie geconfigureerd. De SANs aan beide kanten moeten geconfigureerd worden, zodat de storage ook daadwerkelijk aan beide kanten gepresenteerd kan worden. Dat moet als het ware geïntegreerd worden in de serverconfiguratie, zodat ook de database, de Oracle Engine als het ware, daadwerkelijk weet dat die gewoon met die LUNS aan de gang kan gaan. En uiteindelijk komt het dan naar boven en is het gewoon klaar. Dus op end-user niveau zien we een verzoek, een tijdje niks en dan oké. En in deze orchestration laag of de automation laag kun je nog ook integratie maken met vCenter, integratie met andere applicaties, monitoring tools, toestemming krijgen, mag ik het geld wel uitgeven, mag ik als gebruiker 50 terabyte aanvragen van een bepaalde klasse, moet daar iemand toestemming voor geven, moet daar een fiat gezet worden zodat iedereen weet waar het geld heen gaat. Want anders gaat iedereen straks zeggen van nou weet je wat, we vragen heel veel dingen aan en voor je het weet is alles wat je aan de onderkant hebt op. We zijn ons heel bewust dat het gevaar is wat je krijgt met automation en als het ware self-service. Dus dat zit allemaal in deze laag opgesloten dat we dat afchecken en valideren voordat we verder gaan en een oké geven. Dat hebben we gedaan. Hebben we de storage pools. Die passen dan keurig in een software-defined data center, waarbij wij ons echt concentreren op het storage stukje. En als het ware de virtualisatie door VMware Hyper-V gedaan zou kunnen worden. En de networking met Nicira of andere network virtualisatie tools. We zien dat de software-defined data center policies en service levels als het ware ook gaan applyen voor storage. Want we willen straks geen software-defined storage hebben, maar software-defined data centers. Dus jullie gaan straks zeggen van nee, ik wil een Oracle server hebben met 50 terabyte. Of ik wil een VM gaan draaien waar ik een database in ga stoppen, waarschijnlijk Oracle, van zoveel eindgebruikers. Dat zal een taal worden die aan de bovenkant gesproken wordt. Dan komt aan de bovenkant een provisioning tool, portal,
V-Center Operations, die daarboven gaan draaien. V-Center, wat is het? Automation Center, die daarboven kan draaien. En die moet dan uiteindelijk tegen V-Sphere zeggen, of tegen Viper zeggen, of tegen het Virtual Network zeggen, dit zijn de dingen die ik van jullie verwacht. Rapporteer wat ik van je verwacht terug in de volgorde waarin ik het verwacht, zodat het op een hoger niveau aan de eindgebruiker aangeboden kan worden. Vanuit EMC zijn wij alleen maar verantwoordelijk om de verschillende storage devices die hieronder zitten, multibrand, zware multidiscipline, op te kunnen nemen, zodat je daar geen omkijken meer aan hebt. Dat gezegd hebbende, komen er ook weer steeds nieuwe dingen op de markt. En hoe gaan we dat dan integreren? Want als we dat eenmaal gebouwd hebben, mag het geen stug systeem zijn. Het moet agile zijn, daar was ik mee begonnen. En als het agile moet zijn, hoe ga ik dan met Hadoop om? Wat zijn dan de nieuwe functionaliteiten die er zijn? Kan ik dat ook meenemen in de Viper-strategie? En wat komt er na Hadoop als het ware op de markt? Nou, we zien hier als het ware, Hadoop maakt typisch gebruik van commodity compute. Laat zich prima virtualiseren als het ware. En commodity storage, laat zich prima virtualiseren of software-defined definiëren. Dit zouden dan de lagen zijn. Object store is de definitie die ik wil hebben. Dat is een data services laag. Ik zeg gewoon, ik wil zoveel Hadoop hebben. Klik. En dan gaan wij wel uitzoeken hoe dat in elkaar steekt. Zou ik alleen maar een block device willen hebben, en ik heb hier block devices, dan zou ik deze laag kunnen overslaan. Zo'n block device kan ik ook rechtstreeks exporteren, rechtstreeks connecten aan de host. Maar wil ik een functie op een block device zetten, dan heb ik dus die tussenlaag nodig. Zou ik Hadoop willen draaien op een Isilon, die ook native Hadoop kan, dan vraag ik nog steeds Hadoop aan, dezelfde interface, maar nu ga ik mijn intelligentie gebruiken, ga kijken welke resources heb ik. Hey, ik heb een Hadoop device. Waarom zal ik dan een data service Hadoop maken, terwijl ik het native als het ware kan provisionen? Dus dan maak ik maximaal gebruik van de functionaliteit, van de capabilities, van de infrastructuur die er staat. Met de flexibiliteit dat ik het later ook zou kunnen verplaatsen naar andere devices. Ja, maar als ik het heb, hoef ik het niet nog een keertje apart te bouwen. Want alles wat je in zo'n laag stopt, die is een inbound laag, heeft een mate van vertraging. Het biedt functionaliteit en daardoor zou het een stukje vertraging kunnen zijn. Dit zijn dan als het ware de basisfuncties waarmee we van start gaan. Standaard blok, standaard file, objecten en Hadoop file system. Maar er is nog meer in de markt straks. Wat komt er nog meer aan? Amazon S3. Ik zou hier gewoon Amazon S3 kunnen toevoegen. Ik pak de definitie van Amazon, kijk hoe dat in elkaar steekt. En ik map Amazon via deze, laten we zeggen, services op een van de fysieke systemen die we aan de onderkant hebben. Dus Viper is dan voor ons de control en de dataplane samen. Dus control alleen, out of band, stukje virtualisatie, interessant. Maar wij willen ook als het ware die functionaliteit laag kunnen toepassen. Op eventueel commodity, derde partijen storage, dus GBOT. Ik heb straks een heleboel data in servers zitten, of als ik storage in servers zitten, kan ik die ook betrekken in dit verhaal? Ja, als wij dat kunnen identificeren, kunnen discoveren, dan gaan we zeggen, ik heb hier een aantal GBOT disks gevonden. Ze kunnen helemaal niks, maar het is wel capaciteit. Als je dan een file service erbovenop zou bouwen, dan zou je op die GBOT als het ware een file systeem kunnen bouwen. Dat is de functionaliteit die erin zit. We integreren dan onder andere met Microsoft, OpenStack, maar natuurlijk ook met VMware. Ik zal hem een keer wat later zien, anders beginnen we altijd met VMware. En de integratie met VMware naar Virtual Sun, want dat is een initiatief wat VMware genomen heeft. En wij gaan nu vanuit dat perspectief als het ware onze Viper software daaraan toevoegen. Het werkt heel goed samen. Zo ook als het ware vCenter Operations Manager en vCloud Automation Center. We kunnen nu vanuit vCloud Automation Center een geheel, als we de hele VMware stack zouden pakken met vCenter, Nicira Virtual Networking, Virtual Storage. Hiermee zouden we een totaal Virtual Data Center concept kunnen leveren. En dan zien we de integratiemogelijkheden. Dus het is gewoon volledig als het ware, ja, geïntegreerd met vCenter de dingen. Zodat wij de FASA functionaliteit van de devices die aan de onderkant FASA ready zijn ook gewoon kunnen gebruiken.
heb je aan de onderkant als het ware, moet je een blokkopje doen van een device. En het is FASA-enabled. Dan zou je dat op die manier heel snel kunnen afhandelen. Wat zie je nog meer? REST APIs. Net zo goed als dat met VMware integreren of OpenStack. Er zijn nog ook management tools of andere orchestration tools. Of laat zeggen, moet je gekke dingen, self-service portals waar je als het ware aan wil kunnen koppelen. Volledig open API interfaces, zodat iedereen daar zijn eigen interface bovenop kan bouwen, tegenaan kan programmeren. En dan kun je vanuit alle tools en alle orchestration layers bij de onderliggende storage komen. Nou, in dit voorbeeld geef ik gewoon een stukje toegevoegde waarde van data domain. Dat is deduplicatie, backup device als het ware. Tape devices, maar dan op disk. En dat is ook een storage array. Kan je dat dan ook als het ware opnemen in zo'n verhaal? Ja, dat kan. Dus dan zetten we als het ware de data domain gewoon in de onderkant erbij. We kunnen het discoveren, we weten welke capaciteit er heeft, welke functionaliteit erin zit. Het is voornamelijk een deduplicatie backup device. Dan moet je daar nog mee kunnen praten. Dus dan zou je in de data services laag, of misschien hierbovenop, in dit geval gaan we gewoon dingen erbovenop zetten, backup functionaliteit kunnen toevoegen. AMC Avama Networker vertalen zich dan in een backup dienst die we bovenop de Viper laag kunnen installeren, zodat we gewoon extensies maken aan de bovenkant. En al die devices eronder en eventueel ook de VNX, dus je kan een backup op VNX gaan maken. Dat betekent ook dat wij dus die intelligentie die hier zit, software, backup is altijd al software geweest, kun je gewoon gaan uitnutten. Maar als we praten over backup, dan kun je ook praten over andere diensten. En ik denk bijvoorbeeld aan data replicatie. Oh, in dit geval nog de integratie met de applicaties is gewoon aanwezig. Maar hier praten we over VPlex. Dus het is active datacenters bouwen. Waar we nu als het ware VPlex engines hebben. Fysieke switches eigenlijk met intelligentie erin. Maar ja, als je die intelligentie eruit haalt en je zou gebruik maken van de componenten die hierin zitten. Software-defined networking, et cetera, dan kan je die VPlex functie... En dit is dan de recover point, asynchrone datareplicatie, synchrone datareplicatie, opnemen in het Viper portfolio. En dan ziet het er opeens zo uit. En nu is het een soort Lego doos geworden. Welke functionaliteit heb je nodig? Welke fysieke componenten heb je aan de onderkant? En het is klikken de klik als het ware, je gaat dingen combineren. Ik wil een database engine, dat was een block device. Daar wil ik een backup van maken, maar ik wil ook als het ware dat die over twee locaties active beschikbaar is. En je stapelt die dingen op elkaar. En uiteindelijk ga je kijken op wat voor storage terecht gaat komen. Nou, dat kunnen performance klassificaties zijn, het kunnen availability klassificaties zijn. En dan kan je kiezen qua dienstverlening voor een van de onderliggende platformen die aanwezig zijn. Dit is het complete verhaal, dus nog een keer dezelfde tekening. En dan is de conclusie eigenlijk, zoals we het allemaal vandaag kennen, we doen provisioning, we vragen een dienst aan, we lopen naar de IT-afdeling toe, dat zijn we vaak zelf, en we laten onze eindgebruikers een nummertje trekken. U wilt een nieuwe server hebben, dat is prima. U bent de volgende als het ware, er zijn geen wachtenden voor u, of er zijn nog 5 wachtenden voor u. Maar dat is het principe wat we voor Viper hadden. En nu gaan we dat gewoon allemaal integraal als het ware aanbieden, zodat wij select service kunnen doen. Wat voor type applicatie wil ik in de markt gaan zetten? En deze kun je volledig zelf definiëren. Daar kun je applicaties gewoon aan koppelen. En aan de onderkant een volledig management en rapportagelaag, zodat we in één keer als het ware de hele infrastructuur kunnen overzien. Vooral de management en reporting in een dynamische, virtuele wereld is heel erg belangrijk. Welke applicatie draait op welk moment, op welke server en maak je gebruik van welke storage. Vroeger was het fysiek en statisch. Tegenwoordig is het allemaal virtueel en dynamisch. En als je dan performance issues zou hebben, dan wil je wel weten wat waar draait en hoe je dat moet oplossen. Het is gebouwd als het ware om te schalen. Het is voor cloud scale. Dus ja, of je nou met 1 of 2 of 3
of tientallen storage devices werkt. Dat is een kwestie van discovery van de resources die er zijn. Er is out-of-band provisioning, dus ook daar zit geen bottleneck. We kunnen zoveel dingen managen als waar we houden alleen een database bij van welke componenten we aan het managen zijn. Maar ja, de discovery en de provisioning taken zijn relatief eenvoudig. En dan heb ik gesproken over de data services laag. Dat is een in-band oplossing, maar die laat zich heel makkelijk schalen. Je kan dus gewoon verschillende diensten in die data services laag zetten en meerdere servers opnemen voor de compute power die nodig is om die services te leveren. Het is een heel schaalbaar model. We kunnen dus tientallen nodes opnemen die dus als het ware die data services gaan nemen. En dat zijn allemaal losse services die relatief naast elkaar of in kleine clusters draaien. Het is een heel flexibel en schaalbaar model. Dus hiermee zijn wij dus volledig globally distributed architecture. Dus we kunnen alles oppakken en opnemen in onze dingen. En daarmee zijn wij enterprise ready. Dit is in een nutshell, als het ware, heel kort, de software-defined storage strategie van EMC. Die we samen uitdragen met VMware tot een software-defined data center strategie. Zijn er op dit moment vragen? Eén vraag. Je zei aan het begin dat je maakt een soort van logische clusters. Maar die mappen altijd naar één type storage device of kunnen die ook meerdere storage devices? De fysieke storage devices worden discovered. En je kan dan de karakteristieken van de storage devices die er zijn. Ik heb een systeem 1 met 600 gigabyte disken. Ik heb een systeem 2 met 600 gigabyte disken. Die 600 gigabyte disken die hebben dezelfde karakteristieken. Die zou je dan in één pool kunnen vegen. Dat maakt het als het ware tot een logisch geheel. En die gaan we dan weer uitdelen aan de bovenkant. Okay, dus je hebt geen storage clusters die aan de onderkant uit verschillende hardware lagen of hardware types bestaan? Aan de onderlaag? Dus de... Nee, kun je bijvoorbeeld een profiel maken... Ja. Ja. We clusteren dus al die dingen, we poolen al die resources bij elkaar. Want dat is wat we doen. Dat heet dan geen cluster, maar het is gewoon gepoeld. Ja. Dus al die LUNs die zijn er en die kunnen we gewoon aanbieden aan hosts. Maar dan zorgt die vijfde ook actief voor dat als je performance bottleneck krijgt, dat die dan wat meer storage dan naar de wat snellere storage componenten gaat zetten? In eerste instantie, als je dus gewoon de gebruik maakt van de native storage functionaliteit van het storage systeem zelf. En dan heb je dus een connectie rechtstreeks. Maar als je van die data services gebruik gaat maken, daar zou je ook block services in kunnen definiëren, reepbescherming en dat soort dingen. Over GBOT, dan is het in die laag ook in staat om de workload te verdelen naar andere devices. Dus het zit in de data services laag. De control laag is alleen maar voor de provisioning en het routeren van informatie of routeren van accesspaden. Als dat helemaal gedefinieerd is, dan wordt dat doorgegeven aan de data services laag. En dat is een in-band oplossing. En daar vandaan zou je de data kunnen herdistribueren en acties ondernemen op de fysieke devices. Zou kunnen of wordt dat door het systeem zelf gedaan? Dat wordt door het, dus dat kun je dan inregelen in het systeem. Dat zou je in kunnen regelen in de SLA. En dan daar weer taken voor definiëren. Ja, maar het gaat niet automatisch. Dat gaat niet automatisch zijn. Op dit moment is als het ware die tiering wordt. We maken nu nog gebruik van de intelligentie van de storage laag, als het ware. En als we die data services laag verder gaan invullen, dan zal daar ook die tiering in kunnen komen en daar de automatisering van. En dan zou ook daar de automatisering en het herdistribueren van data kunnen zijn. Ja, die is er nog niet. Ja. Heb je dan nog steeds? Als die softwarelaag bepaalt dat data vaak gebruikt wordt, dan zou je dat flash devices willen hebben. Dat kan die laag daarboven gaan regelen. Ja. En dan heb je de functionaliteit aan de onderkant minder nodig. En dan zou je daar pools van GBOT, disks, maar dan moet je ook GBOT flash als ware hebben. En als je al die dingen naast elkaar zou hebben, en daar zijn we naartoe aan het groeien, dan zou je het hiermee kunnen besturen. Op dit moment hebben we nog high-end arrays, we hebben full flash arrays, we hebben hybrid arrays. En daar moet je het nu mee doen. En dan maak je keuzes.
Dit is als het ware de volgende, next generation eigenlijk, software defined storage. Hoe ga je daarmee om? We hebben nog intelligente arrays, die zijn er, die kunnen we dus gebruiken. Als je de functionaliteit uit een array in één keer kan gebruiken, ben je klaar. Dus we hebben nu als het ware eerst die control laag, dus de control plane gedefinieerd. En data services voor de dingen die niet zo obvious zijn, filesysteem voor Gbot, dat is het makkelijkste. Straks komt de vplex, maken we een virtual vplex van. En de virtual vplex wordt dan een element in Viper. We hebben recover point, dat wordt een virtual recover point appliance gemaakt, zodat het als VM kan gaan draaien. En als het eenmaal als VM kan draaien, kan je het opnemen in Viper. Backup, dat is gewoon een VM, kun je opnemen in Viper. Denk straks aan een virtual Symmetrix, dan kan je hem opnemen in Viper. En dan is alle Symmetrix functionaliteit, Ingenuity storage als het ware, die dan inclusief fast storage tiering wordt dan gedraaid in een data services laag. En dan heb je geen Symmetrix meer nodig, maar heb je een virtual Symmetrix. Dus dat is de toekomst, vanuit een EMC perspectief. Andere vraag. Je hebt daar nodes voor nodig, de Viper nodes, dus dat zijn compute elementen. En uiteindelijk zijn het VM's. Dus dan kun je gewoon in een cluster van, of in een high-end compute omgeving kun je dat gewoon gaan draaien. Afhankelijk van hoeveel performance je nodig hebt, moeten we dat schalen en sizen. Maar het draait niet op de storage arrays. Het draait niet in de server. SEC in de server, dan zou elke server zijn eigen Viper hebben. Dus gewoon een connectielaag. Wat betreft zou het makkelijkst kunnen vergelijken met een storage virtualisatie. Maar het is meer dan storage virtualisatie. Een van de dingen die we zelf al veel is, als je bijvoorbeeld bij Cisco kijkt naar hun SDN-omgeving, die hebben ze ook een control plane en een data plane. In elke omgeving zie je net andersom gezet. Dus een control plane bij Cisco is zeg maar hoe de control eigenlijk wordt ingeregeld. Dus hoe wil je dingen regelen? De data plane verstuurt dan of zorgt dan eigenlijk voor het transport van de data. Bij Viper is het net andersom. In de data services definieer je wat je wil bereiken. En de control plane is hetgeen wat het dan de uiteindelijk daadwerkelijk provisioned. Ja, dat is net even een beetje kraan, ja, zeg maar. Ja. Maar het is allemaal nog vol in ontwikkeling. Ik heb het gevoel dat het echt een 1.0 oplossing is die echt door wordt ontwikkeld. Het kan nog toch een paar kantjes opnemen. Het is als het ware begin dit jaar als project Born als het ware voorzichtig in de markt gezet. Dus dat is echt het 1.0 project geweest. En we zijn dus nu net GA gegaan en ja, nog steeds als het ware heel pril. En met weinig extra features erbij nog. En dat wordt elke maand wat er meer aan toegevoegd. Ja. Ja. Je ziet wel dat het ook niet meer voor geld dat je steeds meer de regie naar boven brengt. Je gaat steeds meer SLA-driven gaan je operatie voeren. Maar door middel van hoe jij jouw SLA's definieert, wordt uiteindelijk geautomatiseerd de hele omgeving geprovisioned. Zodat je weer meer tijd hebt om goed naar je processen te kijken die meerwaarde bieden voor je organisatie. Want het pad gezegd, een lunch aanmaken is niet iets waardoor je extra geld verdient. Dat je gewoon geld en tijd over hebt om in je applicatie een betere workflow te definiëren, waardoor je processen geoptimaliseerd worden en dat je gewoon efficiënter dienstpunt leveren, daar vind ik wel. Dit zijn dus initiatieven samen met al het andere SDN om dat soort zaken weer voor elkaar te krijgen. Ja. We hebben nog 2 minuten voor vragen. Alles duidelijk? Nou, dat nog niet, maar dat ligt niet aan deze presentatie. Nee, het is echt een first step. Oké. Okay. Ja? Nou, dank voor jullie aandacht.